De uitzending op deze zender wordt dadelijk besloten met het laatste NOS-journaal van deze eerste kerstdag. Ook morgen is het kerst op Nederland 1 met 's middags de Jostie-band in Israël, kerstmuziek uit Rome en het Circusfestival van Monte Carlo. Voor dit moment wens ik u een goede nacht en graag tot morgen. Goedenacht. Het ziet er naar uit dat de waterstand in ons land stabiel is en het peil vanaf nu weer gaat zakken. In veel plaatsen hebben tientallen mensen de hele dag nog gewerkt om de schade te beperken. In Lobith genoten enige tientallen inwoners vanavond een gedenkwaardig kerstmaal. Een restauranthouder in Lobith zag zich genoodzaakt een pont voor zijn gasten te huren, omdat het Rijnwater zijn restaurant had ingesloten. Op deze manier liep hij zijn reserveringen niet mis. Het is wel weer eens een keer wat anders, ja. Ik heb er nooit zo meegemaakt en het is ontzettend koud hier, dus. Ja, ik vind het wel spannend, ja. Ik vind het wel leuk, hoor. Dat maak ik niet gauw mee, zo. De gasten moesten er een kwartiertje koukleumen voor over hebben. Maar het restaurant kwam al gauw in zicht en zelden zullen eters zo hartelijk door de kok zijn verwelkomd. Na het diner zijn ze met de boot weer teruggegaan. Veel mensen gebruikten de vrije eerste kerstdag om het hoge water te bekijken, zoals hier in Deventer. De IJsselkade is grotendeels ondergelopen. En door het massaal toegestroomde publiek bestond even de kans dat een deel van de kade zou instorten. Ook in Neerijnen maakten de mensen er een dagje uit van, te voet, want met de auto mag er niet op de dijken gereden worden. Het water is hier al gestegen tot vlak onder het dijkniveau en dat ligt op 9 meter boven NAP. Voor het waterschap en de boeren in de polders zijn de komende dagen beslissend. Een speciale kerstmis was er in Borgharen. Bisschop Wiertz droeg daar de mis op voor alle getroffen burgers uit zijn bisdom. De gemeente Borgharen zit al maanden zonder pastoor. Reden voor bisschop Wiertz om juist daar de kerstmis op te dragen. Een mis niet alleen voor de mensen uit Borgharen, maar voor alle getroffen Limburgers. Na afloop steekt de bisschop iedereen een hart onder de riem, wat de Borgianen zeer op prijs stellen. Prachtig. Prachtig. Een mooie mis. Nou, het doet me toch wel iets, hè. De mensen weer een beetje hoop gegeven en een beetje dat we geen pastoor hier hebben. Dat is toch wel jammer, hè. Even verderop is er weinig te merken dat het kerstmis is. Het lijkt eerder een gewone werkdag. De kabel-tv wordt hersteld en kelders leeggepompt. Sommigen hebben hun huis al aan kant. Ja, we hebben gisteren de hele dag gepoetst, hè. Met man en mag. Iedereen helpt iedereen hier, hè. Het traditionele kerstdiner brengen de meeste mensen uit Borgharen bij familie door. Enkelen doen dat samen met evacuees uit Itteren in een opvangcentrum. De ontvoerders die in Zuid-Rusland 5 mensen in gijzeling houden, zijn met hun slachtoffers, onder wie 2 scholieren, in een helikopter vol explosieven vertrokken naar een plaats aan de Kaspische Zee. De kapers hebben gezegd dat ze uiteindelijk naar Iran willen gaan, maar het is nog onduidelijk wie de kapers zijn en wat ze precies willen. De ontvoerders hebben 2 scholieren vrijgelaten voor ze vertrokken. Eerder lieten ze 5 gijzelaars vrij. De minister van Buitenlandse Zaken, Kusirev, onderhandelt nog met Iran en andere landen in de regio. Ondertussen wachten de familieleden van de gegijzelden in angstige spanning af. Van het kerstbestand in Bosnië-Herzegovina, dat onder auspiciën van de Europese Unie is overeengekomen, is niets terechtgekomen. Het bestand werd aan alle kanten geschonden. In de Kroatische hoofdstad Zagreb weigerde president Tudjman ieder commentaar op de schendingen van het staakt-het-vuren. Kaarsen in de nationale Kroatische kleuren tijdens de nachtmis in Zagreb, waar iedereen zweeg over het aan flarden schieten van het kerstbestand in Bosnië. Tijdens een nachtmis voor Nederlandse militairen in Plezo, vlakbij Zagreb, werd de situatie gehekeld. 2 miljoen vluchtelingen, kinderen zonder hoop, vaak wees geworden en 100.000 die bijna omkomen van de honger. Mensen die gevangen zitten in hun eigen wereldje van macht, eer, geld en rassenwaanzin. Voor de verbindingseenheid in Daruvar in Kroatië is kerstmis aanleiding afstand te nemen. We hebben met elkaar iets georganiseerd. En de jongens die koken en maken zelf toetjes en dergelijke dingen. Probeer een beetje
met elkaar iets goede kerst van te maken. Het bloedvergieten in Bosnië in deze kerstnacht laten de Nederlanders in Kroatië langs zich heen gaan. Kerstmis betekent hier extra aandacht voor elkaar. Tot besluit het weer. Vannacht minimumtemperatuur rond min 1 graad met plaatselijke gladheid. Overdag veel bewolking, in het oosten wat sneeuw, in het westen wat regen. En de middagtemperatuur is ongeveer plus 1 graad. Dit was het. Ik wens u verder een goede nacht.